staan hier vandaag bij Tilburg Culinaire, het lekkerste evenement van Tilburg. Veel gezelligheid. 40 restaurantjes, verschillende artiesten. We gaan even een hapje eten. We gaan ervan genieten. We zijn hier bij Kees Theeuwis, de voorzitter van de Stichting Tilburg Culinair. Meneer Theeuwis, aan wat voor eisen moeten de restaurantjes precies voldoen om hier op Tilburg Culinair te mogen staan? In ieder geval een heleboel passie voor het vak. Ze moeten een à la carte restaurant zijn en ze moeten de roots, de wortels uit Tilburg hebben. En ze moeten, wat ik daarnet in het begin zei, dat ze het belangrijkste zin hebben om hier op dit geweldige festijn hun beste kunsten te laten zien. Tilburg wordt op de kaart gezet. Culinair gebied op dit festival. We zijn er heel erg trots op. We moeten als Tilburger allemaal wat trotser op Tilburg worden. En dat kunnen we zeker met zo'n festijn erbij. Lukt dat zeker. Gijs, kun je me even vertellen, waarom hebben jullie zo'n spectaculaire naam bij jullie gerechten? Ja, wij denken dat we hebben een cateringbedrijfje uit Tilburg. En wij denken met onze catering een verschil te kunnen maken door juist gekke dingen te doen met eten en drinken. Geen standaard buffetten. Geen dessert salades en shaving dishes, maar unieke concepten die passen bij de bedrijven waar we voor werken. En ze hebben dit jaar Dead by Chocolate verzonnen. En dat is eigenlijk een crime scene, gemaakt op een tegel van chocolade. En zo verzinnen we eigenlijk voor elke klant nieuwe, leuke, gekke dingen. Hoe eigenlijk een kleine beleving te creëren bij je eten? Ja, beleving is voor ons wel echt een speel. Het is beleving van eten, van de gastheerschap, maar ook van aankleding en uitstraling. Vandaar dat we hier ook op dit dek staan, in plaats van in een tent. Het leuke van Tilburg Culinair is dat je gewoon 7, 8 restaurantsavond doet op één avondje eten. En daarmee iedere keer iets lekkers en iets nieuws. En is je buik dan niet een beetje vol nu? Nee, als je maar een beetje moet zorgvuldig zijn. Lekker een beetje vis, lichte gerechtjes, dat je veel dingen uit kunt proberen. Kleine borrelhapjes. Kleine borrelhapjes, lekker glaasje wijn erbij. En ik zou zeggen, nou, probeer zelf ook iets uit. En ervaar het zelf ook, al die lekkere gerechten. De lekkerste cocktail die je ooit hebt gemaakt? Dat is een lastige vraag. Het is heel egoïstisch om te zeggen, iedere cocktail die ik maak is lekker. Wat ik nu heel erg merk, we hebben hier een barretje staan. We zijn een beetje aan het experimenteren met verschillende smaakjes, siroopjes. En die ga ik ook zo meteen voor je maken. Het is een blueberry lavendel cocktail. Dat is wel een van de leukere van de avond hier. Nou, ik ben er heel erg benieuwd naar. Oké, dan gaan we aan de slag. Gaan we ervoor? Ja, zeker. Tilburg Culinair maakt. De gezelligheid, de samenhorigheid en de lekkere hapjes. Gijs, wij gaan nog even lekker door. Ik zeg proost op een hele fijne avond.